Ik heb weer een nieuwe keukentafel en ik zit hier bij Theo Schoenmakers, oftewel Kapperschoentje. Hallo Theo. Hey. Ja, Kapperschoentje. Toch wel een begrip in Boxtel. Dat kent mij iedereen, ja. Want hoe lang heb jij een kapperszaak gehad? Al 60 jaar. Oh. En nog, hè? En nog, ja. Nou, 2 dagen in de week. Ja. En dan werken we op afspraak en dan is het gezellig en de mensen die komen binnen. We beginnen eerst aan met koffie. Ja. En dan gaan we op het gemak aan de gang. Leuk. En zo draait het dan, hè? Ja. Want Theo, je bent een Bokselaar. Je bent geboren in Boksel. Dat is echt, ja. Want waar kom jij vandaan? Waar hebben jullie gewoond? Of? Nou, als je vroeger de Maastrichtstraat doorrijdt, dan kom je bij een brug. En net over die brug. Nou zit er de Classic Cars. En daar tegenover, die boerderij. Oké. Okay. Daar woonde mijn opa net, hè? En mijn vader is van daaruit naar Petershoek, of wel de Chinees. En daar heeft hij toen een zaak begonnen. Hè? Dat was jouw vader die daar een zaak begon? Ja. Oh, die is daar geboren. Maar nou de Chinees zit. Dat is, ja. En dat was vroeger inderdaad Petershoek. En daarvoor? Café Buitenlust. Buitenlust. Zo heet het. Wel leuk, ja. Ja. Na de rand zijn we, nou, jaar 14 was ik, toen zijn we naar het dorp gegaan. Wat hadden jullie een groot gezin? Maar met 3. Oké. Okay. Ja. 2 jongens en een meisje. En hoe kom ik eigenlijk in het kappersvak? Ja, daar draai je eigenlijk automatisch in. Ik kwam zelf op de Mulo. En waar nu die sieradenwinkel zit, op het hoekje van de Molenstraat. Mm-hmm. Ja. En weet je wel, hè, waar vroeger een kap stond. Heel vroeger. Oké. Okay. En dan kwam ik dan zaterdagmorgens moesten wij nog naar school. Hè. En dan kwam ik langs en toen riep ik een keer binnen. Zou jij niet zaterdags tijd hebben om mensen in te zeepen? En toen had ik nog maar zo'n manneke van. Ja, van, ja, het mocht eindelijk, ja. Ja, ja 15 of jonger nog? 14. Oh, ja. En daar ging ik mee helpen inzeepen. En dat vond ik leuk, die mensen lekker. Want s'avonds werd er nergens geknipt, hè. En waarom niet? Omdat de mensen, die kappers hadden veel te druk met scheren. Oh ja? Werd er want niemand, toen hadden ze nog geen elektrische apparaten. Nee, maar dan hadden thuis toch wel een eigen mesje. Dat wel, maar dan hadden ze een groot scheermes. En Bart, er waren heel dikwijls mensen die sneden in hun gezicht. En dan zondagsmorgens, dan stonden ze daar achter in de kerk met een stukje vloedpapier erop. Van. Oh ja, dat kan me nog wel herinneren, ja. Kan ik me nog wel. Oh ja, natuurlijk. Die stonden achter in de kerk en dan hadden ze weer een bloedblad aangericht, natuurlijk. En hier en daar een stukje papier erop en stonden ze. Maar er gingen er heel veel, die gingen naar de kapsalon. En die kwamen elke week. Of 2 keer in de week, of ooit. De notabelen, die kwamen elke dag morgens even scheren. Ja, maar dat moet toch glad zijn natuurlijk. Glad zijn. Maar de gewone arbeider die... Die deed 1 keer in de week. Die ging rauw door het leven en af en toe, met, voor de zondag was hij mooi gescoord. En daar hadden we speciale messen voor. He, ik zal het eens laten zien. Ja, laat zien. Dit is een scheermes. Ja, dat ken ik nog wel. Ja. En daar scheren de mensen. Zo de gezicht mee. Ja. Maar dat ging wel eens ooit fout, hè? Ja. En dan had je die vloeipapiertjes natuurlijk. En dan deden ze weer een vloeitje erop, hè? Maar daar hadden we een hoop die hebben aangezichten niet aan. En die gingen mooi naar de kapper, hè? 1 keer de week. Dan hadden ze een baardje tot en met, hè? Ja. En dan stond ik in de zeepen. En dan kreeg ik s'avonds een paar kwartjes. Maar dat was veel, hè? Ja, dat was zeker veel. En dit was dus het scheermes wat ze vroeger gebruikten. Ja. Nou hebben ze ook van die krabbertjes en zo. Nou, hè? Die zijn naar de rand allemaal gekomen. Dat was toen ook nog niet. Die hadden ze wel, maar dat waren allemaal ook dingen waar je nog vlot mee door het gezicht kon snijden. Ja. Het is wel leuk dat je dat zegt, want ik kan me herinneren, ons pa die had regelmatig van die vloeitjes zo. Maar dat viel eigenlijk zoveel dat ik nou denk, dat hoort er gewoon bij volgens mij. Dus ik wist niet dat mensen ook echt naar de kapsalon gingen. Die gingen, ja. En sommigen deden het zelf, hè. De jonge generatie begon er zelf scheren, maar dan ging je regelmatig een keertje fout, ja. En dan een stukje vloedpapier erop. Ja. En na de hand hebben ze er stiftjes voor uitgevonden. Die kon je erop drukken. En dan bloedstel op het stift, hè. Ja, ja.
Maar dat deed zeer natuurlijk, hè? Ja, daarbij natuurlijk, ja. Ja. Goh. En dus daar ging je, zo ben je begonnen? Ja, en toen kwam ik van de school af. Wij gingen elke week naar de kapperschool en ik werkte in het bos. En dan reed je met de fiets naar huis, want dat was heel gewoon thuis eten. Hè. Nou gaan ze onderweg ergens eten, ja. Maar wij gingen naar huis eten en dan met jouw boeken naar de kapperschool. Hè. En toen werkte ik in het bos als leerling. Een soort stage eigenlijk? Of ja, zo, een stage. Of, ja. En toen zei die, werkte nog meer kappers, zei, durf jij door je mensen te keren? Ik zei, door je mensen? Ik zei, als dat moet, waarom niet? Ik hield mijn eigen groot. Hij zei, nou dan maak jij vanmiddag iemand gescheren. In de bos, in het ziekenhuis, en dat was Johannes de Deeuw, dat was een ziekenhuis bij de parade in de buurt. En ik heb er naartoe, en dat was maar een kwartiertje, maar ik heb er een half uur over gedaan, want ik dan binnen deurde. Nou, ik had de spullen bij me, die broeder zei, nou kom maar hè, naar de dingen toe, het mortuarium. En ik heb een mal op de baar liggen, zeg, moet ik die allebei scheren? Nee, alle deze maar. En ik ben aan het goed heet water, want anders wordt die huid niet los, goed ingezeept. Dat was de eerste keer voor jou? Ja, ze hadden mij uitgelegd hoe het moest. Ja. Goed ingezeept. En de scheren had ik al een paar keer gedaan, dus z'n dooi kunnen weinig af. Ja. Of vernieuwen, hè? Ja, dat weet ik niet, ja. Ja, je moest uitkijken, want als die huid strak trekt, dan springt daar open, hè? Ah, ja. Maar hadden ze gezegd, dus goed heet water, die huid los wordt. En ik denk, gaat hij nou die andere bar, zit daar beweging in? En in één keer gaat er eentje in de andere, op die andere bar rechtop zitten. Nou, weet je wat het is? Dood is dood en dan moet je niet meer wakker worden, want dan hebben de mensen er niet op, hè? Dus ik op een rotgang naar buiten, hè, en zei die broeders, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, die andere die zit rechtop, weet je. En die moesten zo lachen en ik nam de baas. Hij zei, hoe is het met die dingen afgelopen? Ik zei, perfect, weet je. En waar zijn mijn spullen? Zegt die liggen daar, heb ik maar laten liggen. Weet je, ja, oh, ze hadden ze goed te pakken. En dan meteen al ontgroend eigenlijk. Ja. En toen heb je daar nog lang gewerkt in die kapsalon? Daar heb ik nog een jaar of anderhalf gewerkt. Je moest leren, En dan kwam er elke zaak, leerde je weer wat, hè? Ja. En zo ging dat toen erbij. Want je bent herenkapper, hè? Ja. Maar wij moesten ook het damevak leren, jazeker. Om de patroonsdiploma te hebben, dus zelfstandige, moest je ook het damevak gedeeltelijk kennen. Okay. Ja. Ja, daar hoort het erbij. Ja, maar op zich niet erg, toch? Nee, natuurlijk niet, nee. Maar je hebt altijd wel de bedoeling gehad om zelfstandig te gaan werken. Dus je moest je middenstand, alles moest je aan. Ja, en toen werkte ik in Boksel. Toen ben ik naar de bos gaan werken. En toen ben ik bij hem teruggekomen. En toen zei ik, zei er over een jaar uit, wil jij het overnemen? En toen ben ik weggegaan. Oh, dus je bent er eigenlijk mooi zo ingerold? Ja, ingerold. En dan gaat het meteen klanten. Ja. En ik heb het altijd hartstikke leuk gehad, ja. En ook, is dat altijd wel... Heeft dat altijd goed gelopen? Want ik denk wel ooit, misschien kun je het best als je geld wilt verdienen, zeg ik altijd een frietent beginnen of een kapperszaak. Want Hè? Of niet? Of ja, meer met knippen? Want toen had je veel minder concurrentie. Hè? Ja? Ik was eigenlijk jong en die anderen waren toen allemaal oudere kappers. Hè? Ja. En ik draaide heel goed en ik heb het nooit Maar we hebben wel in die periode dat iedereen lang haar had, weet je wel. Oh ja, de flowe power tijd. Och ja, die heb je natuurlijk ook meegemaakt. Heb ik allemaal meegemaakt. Dus al die stroming heb ik meegemaakt. Ja. En de rolperiode, dan moesten ze een grote kuif hebben. He? En toen kregen die flowe power tijd, weet je wel. En dat was voor jou niet goed verdienen natuurlijk. Nee, maar toen kwamen wij op een beurs en toen zag ik een bak staan met lampen erin. En ik zeg, wat is dat voor een apparaat? Hij zei, dat is een zonnebank. Een zonnebank? Hij zei, ja, daar worden vrouwen bruin op. En dus bij de kapsalon liep het een beetje rustiger, omdat ze allemaal lange haar hadden. Ik zeg, als ze zo'n ding eens aanschaffen. En we maken de cabine, weet je nog wel? Ja, dat weet ik nog wel. En toen op een gegeven moment hadden wij stukken 4, 5 van die cabines. Ja. Dat kan ik me nog herinneren, de zonnebank. Ja. Want hoe lang is dat nou geleden? Bijna heel Boksel is op de zonnebank geweest. Ja, ik ook.
Want ja, dat was uniek. Ja, ik weet het nog, als jong meisje, of jong meisje. Ja. Ik denk dat toen 18, 19, 20 of zo, ik weet niet. Nou, tel uit. Nee, dus dat doen we niet. Nee, niet zo. Vroeger was het, hè? Ja, vroeger. Dat was, ja. 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 Goh, ja. Want wij zijn allemaal jonger van vroeger, hè? Ja, en dan was het druk, hè? Want jullie hadden er wel verschillende ook, ja, hè? Ja, die draaiden van 's morgens tot 's avonds. Ja. He, dus dat kun je compenseren, hè? Het een was rustiger. En dat ging toen goed, want wij waren de enige in Boksel. Ja, dat weet ik nog wel. Tot er meer kwamen en totdat die mensen zelf zijn ding aanschaffen. Ja. He, en wat gebeurt er dan? Die staan allemaal op zolder en worden geen even al gebruikt. Nee. Nee. Zo ging het. Ja, zo ging het. Ja, leuk. Ja, dat is lang geleden, ja. Want toen zaten jullie al in de molenstraat. Ja, dus, ja. Want hoe lang heb je nou op die hoek gezeten dan? Daar heb ik maar een paar jaar gewerkt, hè. Ja, ja, maar je zei je kon dat overnemen van hem. Ja, daar heb ik een jaar gewerkt en toen ben ik in de molenstraat begonnen. Dat heb je zelf gebouwd of zo daar? Of dat was gewoon een gesloten huis, dus binnen een deur, links en rechts een raam. Oh, en, ja. Maar toen heb ik nog even gewerkt in de rechtse kant. Maar toen het goed ging lopen, hebben we een nieuwe gevel erin gezet. Achter helemaal een nieuw aangezet, een nieuw woonhuis erbij. Ja. Want ja, we hadden veel nodig voor de zaken. Ja, ja. Zo ging dat. Oh, en daar heb je toch ook lang gezeten, hè? Ja, heb ik wel 50 jaar. Dus, ja. Maar toen was het ook echt herenkapper. Was echt herenkapper, ja. Was het leuk? Veel meegemaakt, veel verhalen. Ja, je weet wat het is. Het was altijd spannend, het was altijd leuk, hè? Altijd gezellig. Want jij werkte op afspraak of dat was gewoon... Toen niet, was vrij. Ik ben op afspraak begonnen, omdat de mensen ooit 3 uur zaten te wachten. Oh ja. Want ik werkte alleen en dan, toen was de zaak groter, want ik had nog geen achterom erbij. Dus er zaten een stuk of 10 mensen konden zitten. En dan zaterdags ook, dan kwamen ze een uur of... In Boksel was zaterdags niks te doen. Dan kwamen ze om 11:00 en dan kwamen ze, moesten ze gefeund worden. He? Die dingen allemaal, die waren klanten bij die elke week kwamen. Ja. He? En dan zaten ze ooit 2-3 uur te wachten. Ja. Maar dat gaf niks. Dan kwamen de kwaarten op tafel en dan begonnen ze te toepen. Oh, want je had wat tafeltjes en stoelen staan. Ja, ja. En dan gingen ze zitten kaarten. He? Oh ja, wat leuk. En dan hadden er genoeg bij, die hadden er geld al op van het knippen. Ze zei, ik kom volgende week wel terug. Dan wist ik wel dat ze verloren met toepen dan. Oh ja, oh. Mooi, hè? Ja, geweldig. En op een keer was het heel warm weer. Komt er een jongen, hij zegt, kapper, ik ben vandaag jarig. Zeg, nou, proficiat, een halve maand gaat het mijn hand. Hij zegt, mag ik ook bier trakteren? Dat moet je zelf weten. Hij aan de overkant naar de bakker, want hij verkocht ook bier. Oh ja? Ja. En een bak bier gehaald. Was bakkerij Pijnenburg. Ja. Frans Pijnenburg. Ja, ja. En dan had ik voor de wasbak. En er zat een stuk of 5-6 flesje bier in. En dan koud water erover. En die andere zat een ander. Die heb je erachter, hè? Ja. En toen komt er een meneer binnen. En die zegt, kapper, kunt u ook scheren? Ik zeg, ja meneer, maar die zijn allemaal nog voor. Toen zei die klant, nou, die meneer wacht wel voor, want ik heb mijn bier nog niet op. Ja. Nou, hij gaat in die stoel zitten. En ik loop naar achteren om een handdoek te halen. En toen zei die man die erachter zat, hey, meneer, nou gaat hij iets riskeren hoor, want hij kent er helemaal niks van. Hij zei, zal toch wel zeggen, ja, nou is hij achter in de boek aan het kijken hoe dat moet. Dus hij komt terug en die man die zat zo aan... Ja, zo in die stoel, kijk, waar moet dat hier worden? Ja. Dus je begint hem in te zeven. En hij zei, kapper, wil ik je vragen, is dat hier heel gewoon in Brabant? Want ik kom hier pas, ik zit op de camping. En ze hadden me adviseerd om hier naartoe te gaan. Hij zei, is dat hier in Brabant gewoon dat de mensen aan het bier zitten bij de kapper? Ik zeg, ja. Is dat bij jullie niet? Nee, ik ben bij ons in Amsterdam. Hij zei, nee, geen bier. Hij zei, maar als je toch bezig bent... Heeft u ook een bordje voor mij? Ik zei dan, meneer, dat is al op. Die heb ik al op en hierachter. Nou, toen had je het helemaal niet meer. En toen moest je nog beginnen met scheren. Toen, toen heb ik moeten scoren. En hij zei, maar kunt u dat scheren? Ik zeg, dan kan ik nog met 1 oog dicht en een keer 1 oog dicht. Hij zei, maar alsjeblieft open. Nou, ik had hem netjes gescoren. En hij weg en ik zag hem buiten blazen of je wil zeggen, dan heb ik eraf gebracht. Oh. Ja. Maar dat waren leuke dingen, hè? Ja. Op die manier. Hè? Ja.
Want je hebt toch veel meegemaakt in zo'n kapperszaak, denk ja, ik. Ja, zeker. Maar ja, het ook wel mensen met problemen of dat ze iets kwijt moesten ja. Of zo. Ja, er was een klant en die komt binnen. Ik zeg, hoe is het met u, meneer? Hij zegt, is dat nieuwsgierigheid of belangstelling kapper? Ik zeg, eigenlijk allebei, meneer. Hij zegt, nou, bij mij gaat het goed, maar mijn vrouw die doet heel de week hoesten. Ik zeg, daar heb ik iets voor. Hij zegt, wat dan? Ik zeg, dan gaat u naar de apotheek en dan haalt u een laxeermiddel. Hij zegt, helpt dat tegen hoesten? Ik zeg, nou, dan durft ze niet meer te hoesten. Nou, de rest. En heel die zaak lag natuurlijk in ja. Een deuk. Oh. Ja. Ja, kijk, je weet natuurlijk wel tegen wie het mag zijn. Ja, zeggen, natuurlijk, ja. Kijk, dat is ook de kennis die je hebt op dat gebied, hè. Dan komen er allerlei soorten mensen bij jou in de kapperszaak, maar allerlei verhalen en problemen. Ja. Heb je nou ook een psychologieopleiding gehad? Ik denk dat je dat door de jaren krijgt. Ik kreeg op een gegeven moment een psycholoog in de zaak. En we kwamen in gesprek. Hij zei, kapper, hij zegt, hoe lang doe je dit al? Ik zeg 60 jaar. En dan heb jij veel meer ervaren, psychisch, hè? Ja. Met mensen. Ik zeg, ja, ik zeg, elke mens schat ik in. Dat doe je automatisch. Ja. Hè? Je gaat inleven. Ja. Hè? Dat doe jij ook, dat heb ik al lang gezien. Ja. Hè? En dat is belangrijk. Ja. Hè? Hoe zit die mens in elkaar? Ja. En daardoor zie je, door de ervaring, zie je natuurlijk ook wat je binnenkrijgt. Dat zegt hij ook. Ik heb het uit de boeken. En ik ga het nou in praktijk leren, maar daar leer ik eigenlijk veel meer van. Ja. He? Op die manier. Ja. Als je dus, ja, je krijgt die ervaring door de jaren. Ja, want je hebt tijdens jouw opleiding zat dat stukje er helemaal niet bij, hè? Was toen de tijd helemaal niet. Nee, is niet, hè? Nou, nee. Die ervaring moet je toch zelf opbouwen. En ik heb zelf ook fouten gemaakt. Dat doet iedereen. Ja, maar dat mag ook, hè? Dat mag ook, daar ben je hè? Maar op een gegeven moment krijg je het toch. Dan zeg je, hé, ik ben er een heel eind uit. Ja. Wat betreft hoe je met mensen om moet gaan. Ja. Nee, Theo, en als je nou zo'n probleem of een verhaal hoorde van mensen, kon je daar goed naast jou neerleggen of lag je er wakker van? Nou, je hebt er al zoveel jaren gehoord dat je het een plaats geeft, hè? Ja. Weet je niet? Zo, hè? Je doet het wel iets van het, hè? Tuurlijk. He, als het degene weer tegenkomt en dit of dat, en je hoort het weer, dan is het toch wel iets van jezelf. He. Ja. Maar je ligt er niet wakker van, dat kan ook niet. Het is ook niet echt jouw ding, he. Het is van die andere persoon. Je mag meeleven, maar dat kan me wel voorstellen. Ja, je kunt op dat moment, dan doet het je wel iets. Maar door de jaren, omdat je zo dikwijls die dingen gehoord hebt, he? Dan kun je ermee omgaan. Ja, dat is het. He. Je leert er zelf mee omgaan. Natuurlijk. Ja. Hey Theo, 2 dagen in de week knippen. Ja. En de rest? Muziek, hè? Jij bent geen muziekman? Ja. Ja. Ik heb, is dat echt een hobby van jou? Ja, altijd, echt wel. Ja. Ik heb de ruimte dus waar ik dat met de jongens repeteer. Ja, want jij zit in een band of hoe moet ik dat doen? Ik heb al 25 jaar een orkest gehad en dat. Ja, dat wisselt, want de ene gaat er nooit verhuizen, dan valt een orkest weer uit elkaar. En nu heb ik alweer een nieuwe club van anderhalf jaar, ben ik mee bezig. En dat gaat hartstikke goed. Ja. Als je zo'n fanatieke muziekman bent, een muzikant bent, hè, is dat niet een toch ergens iets geweest wat je misschien wel vroeger als jongen... Je bent wel in de kappersvakken terechtgekomen, maar ik kan me ook voorstellen, misschien wel het conservatorium had gewild of zo. Ja. Of was dat toen nog niet zo? Ja, dat was nog niet. Het conservatorium en al die dingen. Dat bestond. Ik kon ook heel goed tekenen, maar ze vroeger zeiden ze, je kunt naar de kunstacademie gaan, maar dan kun je de kost niet meer verdienen. Nee, dat weet ik, dat zeiden ze vroeger, Dat zeiden ze. Ja. En dat was ook. Ja. Want een schilder stelde toen weinig voor. Ja. Dan kon je bijvoorbeeld leren. Letters zetten op de raam en die dingen, maar dat was echt geen vetpot, hoor. Nee. En nou zijn er zoveel kunstschilders dat het ook moeilijk is. Ja. Ik denk alleen Boksel zit er al, denk 40, 50. Maar jij bent dus de muziekkant ingegaan? Ja. En daar heb ik het goed naar mijn zin. En jullie hebben een band? Ja. Met hoeveel man zijn jullie? 8 man op het ogenblik. En heb je ook een naam? Ja, Swanee Bridge. Jij bent. Okay. En de Swanee Blitz, dat komt zo. We zijn
begonnen bij de villa. Bij de villa? Oh, hier, ja. Villa het Hof. Ja, Villa het Hof. Daar zijn we begonnen met die band. Toen zat er Gijs nog bij en naderaan Gijs, die is toen gestorven. En ja. Toen hebben we eerst even uit elkaar geweest. Dan heb ik weer een formatie gehad. En, maar omdat wij daar speelden en over de brug aan deze kant repeteerden, toen zeiden we dus, die brug was wel functioneel. Als ik van hieraf naar de villa moet met mijn spullen, dan moet ik de Kasteellaan rijden. Ja, want ik mag hier niet oversteken. Nee. Kasteellaan, Stationstraat, de Bernersstraat in, en dan Bareniestraat, en dan op het einde de Clarissestraat. Ja? Ja. En ja. Dan zo. Maar zo moet ik ook weer terug. Je moet zo'n half boksel hebben om. Om 25 meter verder te komen. Ja. Zo doen deze tegen. Hè? Ja. Dus die brug was functioneel. Hè? Dus daar wij. En Theo, wat voor instrument speel jij? Saxofoon. Saxofoon, oké. Ja, en dat doe ik al zoveel jaren. Hè. Ja, en ook wie is de zang? Wie doet de zang? Dat doe ik ook. Oh. Heb ik. Ik belde dus de muziekpedagogen op. En ik zeg ik geef dus zangles. Ik zeg maar ik ben de jongste niet meer, dat maakt niet uit, zegt hij. Als je wilt zingen, dan is dat het belangrijkste. Hè? En die is gekomen en dat klinkt goed. En die leer, daar leer je ook veel van? Daar heb ik al enkel les van gehad. En dan leer je het uitspreken van een woord, de teksten goed leren. Ja. Hè? Dat je het goed en je stem, Engels, stembanden en je stem, goed gebruiken. Ja. Stembanden goed gebruiken. En, en rustig zingen. En, Want hoeveel optredens hebben jullie nou? Ik denk zo'n 20 in een jaar toch wel. En dat zijn allemaal mensen die van heen en ver komen. Ik laat mooie affiches maken. En die hangen we op. Als jullie op gaan spelen. Op andere plaatsen. Ja. En daar komen we ook weer respons van. Hè? Ja. Nu gaat goed. Ja, leuk. Ja. Het even over, terug over de kapsalon. Hè? Ja. Je bent dus eigenlijk kapper geweest. Wat is nou het verschil met het kappen van vroeger en nou? Heel vroeger, toen knipte we nog met een handmachine. Met een handmachine? Handmachine. Ik heb het hier eentje liggen. Ja. Dat is zoiets. En dat machine. een tondeus. Dus wat gebeurde? Dan ga je heel vlug op en neer en dan gaan die mesjes op en neer. Maar s'avonds had je het wel in je polsen. Ja. He, dat was het begin, stel ik. Ja. Toen wij examen moesten doen, moesten wij anders met de hand doen. Met die machine. Dit was vooral voor de nek en zo. Ja, en ook opknippen. Ja, natuurlijk. Maar weet je wat, als je het niet goed kende, dan trok er de helft uit. Oh. Want je moest heel vlug doen. Ja. He, en als je dat niet deed, dan knipte er zo omhoog. Ja. Ja, en dat is. Te langzaam, dan zat er wel eens haren tussen. En ook natuurlijk, je moet het wel egaal doen natuurlijk. Ja, als jij moet, ja. Zo doe, ja. Had je ook weer tammen. Ja, wou ik net zeggen, je had wel verschillende en zo, stammen. Ja. En zo, maar die spieren. Oh, nou. Hè? Maar dat is maar een paar jaar geweest en toen kwamen de tonton. Oh, toch wel, dat is toch vrij snel gekomen. Ja, natuurlijk. Ja. En als ik maandags morgens, moesten wij naar de zaak, hè. En dan krijg je zo'n steen en dan ging er zo'n mes op, want dan de hele week scheren, weet je wat, met zo'n mes, dan ga ik zo'n mes bot. En dan moest jij het hier op zo'n steen. En dat ging dan zo. Zo. En dan moest een half uur zo bezig blijven. Hè? Waarom? Om te slijpen? En dan deed je zo en dan voel je of je zo, of je. En dan moest je zo scherp zijn, dan pak je een haar en dan moest je. Daar afsnijden, niet daar, hier, waar geen weerstand. En dat was dat mes pas scherp. En waarom was het ook zo belangrijk dat het scherp was? Ja, voor kijk, het niet huid snijden en irritatie natuurlijk. Ja, nee, maar als jij een bot mesje hebt, als man, dan zei je, hé, dan trek dat. Ja, En door moest je. En toen hadden ze nog niet, tegenwoordig zetten ze een mesje erin. Ja. Een scheermesje, hè. Maar toen. Werd zo gesleten.
En dan moest jij eigenlijk... En dan op een riem, dan ging het over de riem heen. Oei, nog een keer, weet je? Maar dat is een leren riem, hè? Leren riem, die hong aan. En waarom was dat dan? Nog extra, nog een keer, als je een klant gestoren had, dan moest je mensen weer een keer over die riem. Is dat want, meer om te polijsten eigenlijk? Ja, om het nog scherper te maken. He? Niks gevaarlijk als een scheermes. Ja. Goh. Want die zijn scherp, hè? Ja, dat geloof ik best wel, ja. En kijk, en dan voelden wij of hij zo erover ging, of hij zuigde. Scherp, ja, zo. Ja, zeer scherp. Ja. Ja. Goh. Ja. Dus jij moest eigenlijk één keer in de week stond jij hier op zo'n... Ja, s'avonds morgens en s'middags waren ze pas vrij. S'middags waren we vrij. En s'morgens moest ik nog werken, want mijn halve dag in de week vrij, hè. En dan zat ik weer, hè. Een hele rij mesjes, hè. Oh, wat slijtig. Had verschillende mensen. Ja. Dit was voor iemand met een hele zware baard. Waarom? Waarom was dat dan? Dat was een vol mes noemen. Dan zie je dat hij hier vol is. Hè? Ja, ja. Hier vooraan. Hè? Ja, oké. Okay. En als je een lichte baard, dan hadden we weer een fijne ander mesje. Dat was hier weer smaller. Ja, wat, ja. En zo hadden we slanker. Zo'n team van die messen. En dan werd er zo'n spuit gebruikt, zo weet je. Zo'n ouderwetse. Wat leuk. Want tegenwoordig hebben ze... Nee. Dit is eigenlijk een soort geurtje of zo? Een soort astringerend middel, ja. Dus dat desinfecteerde en neutraliseerde en astringerende huid. Dat wil zeggen, toch de huid lekker strak samentrekken. Ja. En spoot je erop, hè? Dan was je huid weer fris. Ja. Dat is leuk, hè? Zoiets, hè? Ja, leuk. Dat heb je veel gebruikt, zeker. Ja, ja. 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 En dan... Hey Theo, nou hebben we het over het scheren en het knippen. Ja. Maar het, net zoals verven en permanent en zo, daar heb je niet aan mee geweest. Dat had jij niet. Nee. Maar wat is dat tegenwoordig wel eens dan mannen? Ja, daar hadden wij te druk voor. En als je alleen staat te werken en dan zitten daar 3-4 mensen te wachten, daar kwam ik niet aan toe, hè. Nee, maar we hebben het wel geleerd natuurlijk. Ja, want je hebt dan ook maar één stoel altijd gehad, één kutstoel. Ik heb maar één stoel, ik heb nooit geen personeel gewild. En dan kwamen geen vrouwen bij jou in de zaak? Nee. Nee. Ook geen kinderen of zo? Of, kinderen wel, ja, die wel, hè. Ja. In de tijd. Want was het ook zo dat je vroeger echt aparte kapperszaken hadden voor mannen en aparte voor vrouwen? Ja, dat was apart. Dat was gescheiden. Dat is altijd geweest zo. Dat is eigenlijk, maar dus nu is dat, hè? Ja. Ja, nou is het allemaal door elkaar natuurlijk, hè. Theo, er is van alles nou aan de gang in het centrum. Verschillende mensen zijn hard aan het werken om er iets van te maken. Wat zou jij nou voor een tip hebben voor de boksers middenstand? Wat zouden ze nou anders moeten doen? Nou, ik denk dat ze minder passief moeten zijn. Dat wil zeggen dat ze iets meer binding proberen te krijgen met de klanten. Vroeger had elke winkelier met zijn klanten had iets, hè? Een verbinding een met zijn klanten. Ja. Een binding met de klanten. Ja. Mijn moeder en jouw moeder die gingen naar dezelfde bakker, naar dezelfde. Hè? Dat was een traditie. En dat is nu helemaal weg. Je wordt nergens geholpen in de zaak, maar dikwijls heel passief. Je komt binnen, alsjeblieft, dankjewel, weg. He? Ze zijn beleefd, maar dan heb je het ook gehad. Ja. Maar ze hebben geen interesse in de mensen, nee, om die mensen leren kennen. Nee. Als ik 10 keer in een winkel binnenkom, dan blijf je nog passief. Ja. Alsjeblieft, meneer. Weet niet? Het is niet zo van, hey, meneer schoenmakers, hoe is het? Nee, ik... Of hoe bevalt dit of dat? Nee. Of, ja. Nou, kijk, het wil dit zeggen. Als ik ken iemand die heeft pas een zaak begonnen. En dan loop je binnen. En dan zeg je, hey, die jongen doet het anders. Die is betrokken bij je, hè? Hè, als je binnenkomt. Die denkt mee. Ja, en die zegt ook op afstand, hey, goedemiddag meneer, ik help je zo. Ja. Dat wordt niet gedaan, hè, tegenwoordig, hè. Nee, ze laten nu maar staan. En hij doet dat. Ik had iets met mijn afstandsbediening van mijn tv. Ik zeg, heb je er ook een nieuwe voor? Hij zei, ik kan hem ook proberen voor een andere. Maar dat toestel was al enkele jaren oud. Hij zei, nou, dan kan ik niet meer aankomen. Maar zal ik proberen om hem te maken? Ik zeg, nou, als je wil doen. En hij maakte hem. De volgende dag kom ik hem tegen en het eerste wat je zei, hé, en hoe doet het? Ja. Kijk, daar is het.
Ja. Maar als ik morgen in een zaak iets koop, dat is al mijn een paar dagen naar de hand, als ik daar in die winkel kom, zal iemand mij vragen, en ja, bent u tevreden over het? Ja. After sales, dat kennen ze niet, hè? Nee, dat kennen ze niet meer. Ja, dan krijgen mensen ook geen binding met zo'n winkel natuurlijk. Tuurlijk niet. Nee. Als jij een zaak bent, doe maar leuk geholpen en die hebben belangstelling voor je, loopt ja, de auto maats ja, meer binnen. Ja. En daar heb ik ook in jaren moeten leren. Ja. Daar heb ik ook 50, 60 jaar over gedaan. Ja. Het is niet zo dat ik begin in een winkel en nou ben ik er. Nee. En dan komt het pas. Ja. Dan kunnen het nog zo'n mooie zaak ingericht ja, hebben, man. Dan komt de mensen. Ja. He? Ja, en zeker in zo'n dorp, hè, natuurlijk. Ja. Ja. Denk je dat het daar ook wel een beetje aan ligt? Waarom dat het centrum ook niet opbloeit hier in Boksel? Ik denk dat er ook heel veel aan ligt. Ja. Ja. Ja, zou kunnen. Ja. De mensen daarom zeggen, ik kan net zo goed daar naartoe. Ja, maakt niet uit, want hij is hetzelfde als een dier. Ja. Snap je? Ja, ja. Als jij ergens in een restaurant binnenkomt en je komt er verschillende keer en ze zijn vriendelijk en hey, ja, leuk hè? Ja. He, was je vorige keer goed bevallen? Ja. Of zoiets hè? Ja. Dan krijg je een herkenning hè? Ja. Het is net als in Frankrijk. Als jij daar in Frankrijk, ik heb jaren op dezelfde camping, maar die juffrouw die daar bij die camping, doet net of je vreemd bent. Ja. Maar ik ben in Portugal geweest. Ik kwam één keer eten bij een restaurant en ik ging de volgende keer terug. En die patroon die komt naar me toe, geeft een hand. Weet je wel? Ja. En dat is toch leuk. Juist. Dat je gezien wordt. En dat is juist. En ja. Ja. En dat mis ik hier. Ja. Ja. Ik heb als een winkel binnengekomen. Daar staat die man achter de toonbank. Staat op te bellen. En ik zeg goedemiddag. Ik knikte een keer, want hij was met zijn gesprek bezig. En hij bleef maar zit aan die ja, telefoon hangen. En dat had een paar minuten geduurd. En ik loop naar de deur. Toen zegt hij, kan ik u helpen? Ik zeg, nou niet meneer. Nee. Dan is het, kijk, dat werkt niet. Nee, dan komt als op iemand terug dan. Zegt, dan ja. Mag ik heel even, gaat u gaan. Ja. Kijk, die dingen. Ja. Moet niet. Nee. Als ik binnenkom en er staat iemand aan de telefoon, hè, dan moet je dat, hè, als ze een zaak spreken, dan kan ik zeggen, ik ben even een bestelling door, maar is dat een ogenblikje? Ja. En dan is dat. Ja. Maar als je niks zegt en je blijft door te... Ja, en ze zien hoe net alsof ze zo niet zien staan. Dan staat hè? Iemand nou, achter ja, de toonbank, ze nam een korte achternaam, om zo te zeggen. Ja. Ja, nee, dat is niet leuk. Nee. En dan krijg je automatisch dat mensen zeggen, we gaan naar de stad. Ja. Want het maakt niet meer uit, hè? Ja, ja. Omdat ze toch niet meer persoonlijk behandeld worden. Ja, bedoel ik. Ja. Ja. Ik loop daar een zaak binnen voor een koffiezetapparaat, voor de zaak. Ik zeg, maar daar wil ik... ik zeg, die wil ik hebben. Nee, maar deze zijn de beste. Ik zeg, nee. Ik zeg, die zijn de beste. Ik zeg, maar die heb ik al jaren. Ik zeg, die andere die u aanwijst. Ik zeg, daar heb ik elke keer stukken mee gehad. Dat kan niet. Ja. Nou, dat moet niet. Nee. Hij weet het beter. Ik werk al 15 jaar met de apparaat. Ik heb er niks in een hoop moeite mee gehad. En dan zegt hij, ja, nog glashard. Dat kan niet. Ja. Nee, dat kan niet meneer. Hey Theo, iets anders hè? Wat zijn jouw wensen dan? Wat zou jij graag nog willen gaan doen of? Zijn jullie? Blijven, zeg je? Gezond blijven. Ja, gezond blijven. Want zijn jullie ook altijd wel vakantiegangers geweest? Ik hoorde Portugal langskomen, maar Frankrijk. Nou, ik zal vertellen. Wij hebben al 28 jaar in huis in Zeeland. En daar zijn we dan, en daar hebben we dikwijls. Mijn vrouw maakt muziek. Weet je, die heeft een saxofoonkwartet. En die zit bij mij bij het regionaal orkest. Dus wij hebben het druk genoeg. Ja. En we hebben weinig tijd om naar Zeeland te gaan. Hè? Ik ben er nou al alle maanden van een half niet meer geweest. Ja. Dat is zonde. En ik verhuur het nooit. Het staat gewoon leeg. Ja. Dus dat gaan we nou verkopen. Vroeger gingen we naar Portugal, we gingen naar Frankrijk, Italië, ja, Zwitserland. We zijn overal geweest. Ja. En toen hebben we nog een camper gehad. Oké. Okay. En daar hebben we ook enkele jaren mee rondgereden. Nou, en nou niet meer, de behoefte niet meer om zo ver te gaan? Wel, ja, we gaan dadelijk met de band een paar keer naar Duitsland. We moeten naar Wittlich komen. Oh, dat is wel leuk. Maar dan ga je bij een kat, maar dan gaan we met de band. Hè? Ja, maar niet meer met z'n tweeën. Zo. Jawel, misschien dat we, als we daar kwijt zijn, dat we zeggen, nou dan gaan we weer een keer
oproet. Iets ja. anders doen, hè? Ja, ja, ja. Hè? Dan hebben we weer een keer naar buiten. Ja. En verder nog veel muziek maken? En, ja, wij doen heel veel muziek maken. Gewoon lekker gezond oud worden? Ja. Ja, ik zou het vertellen. Ik heb vorig jaar had ik mijn heup gebroken. Hè? Och, hoe komt was dat? Ik hier, ik kwam achter in de studio en ik gleed uit en ik brak mijn heup. Och. Ja, in de ziekenhuis. En er kwam zo'n buitenlandse verpleegster. De volgende dag werd ik geopereerd. En zegt ze, u moet opereren. Ik zeg, maar dat kan ik helemaal niet, weet je niet. Zegt die andere verpleegster, ze bedoelt dat ik naar de operatiekamer. Ja hoor, dat wordt anders. Je beheersen de Nederlandse taal nog niet zo goed, hoor. U moet opereren. Ik zeg, dat ken ik helemaal. Oh. Zegt ze, maar moet ik even een spuitje geven in uw been. Ik zeg, maakt er niet uit in welk been. Zegt ze, dat maakt niet uit. Ik zeg, doe het maar in een wijgbeen. Want... Oh ja, wat ja, mooi. Dus, ja. Ja, maar dus verder rest. Altijd veel humor gehad dan? Altijd. Ja? Ja. Het is wel leuk dat je zo lachend door het leven kunt gaan. Kunnen ook mensen van leren? Misschien wel. Ja, denk ik wel. Ja. Dat is ook wel hoe krachtig komt misschien wel geweest. Mij binnen. Ik zei, het is toch niks, hè? Het is toch helemaal niks? Ik zei, ben ik een ziek of zo? Hij zei, nee. Zeg, thuis, kinderen, ziek me helemaal niet. Ja, maar dat weer. Ik zeg, nou, als jij 's morgens op uit de bed komt en je maakt de balans op. Je bent gezond, de vrouw gezond, de kinderen gezond. Weet niet, je hebt eten en drinken gehad. Zeg, heb je dan te klagen? Ja, dan moet je positief zijn. Ja, dan moeten we zegeningen tellen, ja, zeggen ze altijd. Ja, ja. Dat vind ik wel, hè. Ja. Ja. Ja, ja, mooi. Maar zo doen we. Leuk. Ja. Theo, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Ja, ja dat weet ik nooit, hè. Dank je wel voor het gesprek. Ja, dank je.